Kuipers. Ja. De top 1000 is ellende. Nou ja, het mooiste is natuurlijk als we deze plaat volgend jaar massaal de top 1000 instemmen. Juist. Ja. Of nu bijvoorbeeld, er hebben natuurlijk andere stations hebben ook nog zo'n lijstje. Oh ja, wie dan? Weet je wel, er zijn, ja, iedereen volgt Veronica. Ja, iedereen. Bedoel, wij beginnen met zo'n lijstje, iedereen doet daarna. Het is wel lachen om bij al die andere lijsten dit naar nummer 1 te stemmen. Maar de vraag is natuurlijk wel, willen mensen zich nog associëren met dit programma als dit soort nummers gedraaid worden? Ik weet natuurlijk hoe dat voor Rob Schepers geldt, maar ik kan me voorstellen, die zegt, sorry jongens, maar ik neem afstand van deze zaak. Toch Rob? Ik sta op het randje hoor. Ik merk het aan je ook, ja. Ja. Nou, ik vind het programma, ik geloof in mij, vind ik wel fantastisch. Mijn lievelingsprogramma, maar wat een kwal is dit zeg. maar die heb je toch ook nodig in zo'n programma. Je moet je toch af en toe ergeren. Dat vind ik lekker hoor. Ja, nou, daar doet hij goed zijn best voor. Ja. gaan we aan de gang? Nou, als jij wil, gaan we los hoor. Ja, we gaan los, want ik heb er nogal wat. Ja. Oh. We gaan. Wekenmanlaners, zaterdag 21 november. Een helikopter heeft midden in de woestijn bij Utah een mysterieuze metalen paal van 3,5 meter ontdekt die volgens de piloot bij de vorige vlucht nog niet stond. Nou en, ik ontdek iedere ochtend een paal die er de avond ervoor niet stond, al dus mijn vrouw. Zondag 22 november, nadat Freek Jansen, de leider van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, het nazisme heeft gebagatelliseerd, moet hij nu zijn heil ergens anders gaan zoeken. Volgens Jansen zitten er echter veel leden met dezelfde ideeën in zijn achterban, of zoals hij het zelf noemt, zijn kamp. Blijkbaar zaten er inderdaad zoveel leden met extreemrechtse sympathieën in het Forum voor Democratie jeugdafdeling dat ze een eigen afsplitsing op willen richten met de naam Verenigde Naties. Ach, waar hebben we het eigenlijk over? Die foute, maar grappig bedoelde appjes stuur ik ook wel eens als ik ben bij concentratiekamp. Nou, en nou naar de wat subtielere humor. Maandag 23 november. Na een wedstrijd met ruim 5000 inzendingen kiest de Zeesluis van IJmuiden voor de revolutionaire naam Zeesluis IJmuiden. Op de tweede plek eindigde Zeesluis Venlo. En plek 3 was voor de natte sluis van je moeder. De man die de naam Sluisje McSluisfeest had ingezonden krijgt de originaliteitsprijs en mag bij de komende verkiezingen een zetel naar keuze uitkiezen bij Forum voor Democratie. Het is maar goed dat wij in Huizen Schepers geen soortgelijke wedstrijd hebben gehouden toen mijn vrouw beviel ons van ons vierde kind, want dan had mijn dochter nu nakomertje Schepers geheten. Dinsdag 24 november, Schotland wordt het eerste land ter wereld dat menstruatieproducten gratis aanbiedt. De regeringspartijen hadden het bericht nog even geheim willen houden, maar het menstruatienieuws is vandaag helaas uitgelekt. De oppositie wilde eigenlijk nog even wachten met de beslissing, maar volgens de regeringspartijen betrof het absoluut de bloedspoed. Volgens hen was met name de tamponkwestie daarin de rode draad. Uiteindelijk heeft ook de oppositie getekend bij het inlegkruisje. Voor vrouwen die net buiten de doelgroep vallen, hebben ze een overgangsregeling. Florentien. Thierry Baudet heeft laten weten dat wellicht te willen verhuizen naar Schotland vanwege de menstruatievergoeding, mocht het binnen de partij komen tot een afscheiding. Woensdag 25 november. De Baron uit Bastien Adriaan krijgt 15.000 euro aan achterstallige royalties uitgekeerd door die clown en die acrobaat. De Baron moet dat geld wel zelf met een halve landkaart en een geheimzinnige telefonische tipgever gaan opsporen in een verlaten grot op Lanzarote. Reactie van Bassie toen hij de aanmaningen zag. Allemaal machtigingen. Reactie van Robin de Robot. Ha, 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 Bassie, ha, ha. Reactie van Adriaan, die na zijn keeloperatie tegenwoordig door een buisje praat. Ha, 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 Bassie, ha. Vandaag dan nog de laatste. Donderdag 26 november. Soms gaat er iemand dood die in een weekoverzicht niet onvermeld mag laten. Een legende. Een uniek persoon voor wie je als kleine jongen aan de buis gekluisterd zat. Dus rest in peace, Corrie van Gorp. In één week Harry van Rij, Pim Doesburg en Maradona overleden. Ik weet niet hoe professioneel de voetbalcompetitie in de hemel is opgezet, maar ik heb het idee dat ze de afgelopen week de transferwindow hebben opengegooid. En als afsluiter, Maradona zal in de hemel herenigd worden met onder andere George Best, Johan Cruijff en hopelijk snel de architect van het nieuwe huis van Guus Meeuwis. GELACH